taarten en cakes heeft Rutger de afgelopen tijd even links laten liggen, want zijn nieuwste boek draait om hartige hapjes. En daarmee heeft hij een primeur. Er is nog geen hartig bakboek echt. Dus dit is in Nederland al het eerste hartig bakboek. Daar ben ik wel heel trots op. De meeste mensen denken bij bakken aan zoet. Dus hij heeft echt een gat gevonden. Bij een boekpresentatie als deze kunnen de hapjes uiteraard niet ontbreken. En Jannie staat dan natuurlijk vooraan om haar deskundige oordeel te vellen. Ga ik nu proberen. Ik word ook weer een beetje zenuwachtig hoor. Toch een beetje het gevoel dat ik... Hij is lekker krokant. Hij mag door. Hij moet door zelfs. Ik ben helemaal blij als het goedgekeurd is door Jannie. Het leven van Rutger staat in 2013 plots compleet op zijn kop als hij het eerste seizoen van Heel Holland Bakt wint. Volgens mij had niemand het idee dat het zo groot zou worden. Het was heel onwennig. En dat je dan daarna in zo'n circus terecht komt, een heel leuk circus, dat is wel echt grandioos. Wel wat bescheiden hoor, want het tekende zich al heel snel af wat een goede bakker hij was. Nee, maar het is gewoon heel bizar. Je wordt opeens herkend. Mensen in de supermarkt gaan hun hele winkelwagentje aan je uitleggen wat ze gaan bakken. Geen wonder dan ook dat Rutger inmiddels het stempel amateurbakker allang kwijt is. Ja, ik heb begin april dit jaar gekozen om mijn werk als verpleegkundige op te zeggen. En helemaal fulltime te gaan bakken, te bloggen, boeken te schrijven, recepten te bedenken. Ja, mensen blij maken met baksels en met bakrecepten. En ook Rutgers vriend is inmiddels helemaal ondergedompeld in de bakwereld. Ja, dat gaat nog allemaal heel goed. En we doen heel veel samen. Mijn vriend Erik maakt ook alle foto's voor de blog. Zo'n boekmaker doe je ook niet alleen. Dus hij leest alles, hij proeft alles. Soms brainstormt hij mee. Dat is iets wat je niet in je eentje doet natuurlijk. Ben je ook nieuwsgierig geworden naar al dat lekkers? Ga dan naar show.nl en maak kans op het nieuwe boek van Rutger.